Wilt u ook graag weten wat de ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen zijn voor uw perceel? Surf dan naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website vindt u de meeste ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die afkomstig zijn van gemeenten, provincies en het Rijk. Als u bijvoorbeeld wilt weten wat u wel en niet mag met het perceel waar u in woont of werkt. Klik dan op het tabblad Bestemmingsplannen. Hier ziet u een overzicht van alle tot nu toe in kaart gebrachte bestemmingsplannen verspreid over Nederland. U kunt nu twee dingen doen. U vult links een provincie, woonplaats, straatnaam, huisnummer en postcode in en klikt vervolgens op Tonen. De kaart zal dan inzoomen op specifiek deze straat en dit gebouw. Of u gebruikt het plus-teken en het handje om handmatig in te zoomen en te scrollen over de kaart tot op de locatie waarvan u de bestemmingsplannen zou willen inzien. Als u in de juiste straat of bij de juiste locatie bent aangekomen, selecteert u boven de kaart het icoontje met de i en klikt u op het gebouw of locatie waarvan u de bestemming wil weten. U ziet nu rechts in uw scherm onder Bestemmingsplannen: Beknopte informatie verschijnen over het perceel dat u heeft geselecteerd, bijvoorbeeld een perceel aan de eikelaan in Varsenveld. Rechtsonder in het scherm onder detailinformatie locatie ziet u de bestemming van de specifieke locatie die u heeft aangeklikt. Dit kan bijvoorbeeld zijn wonen, horeca, tuin, maatschappelijk, groen, gemengd, cultuur en ontspanning. Elke verschillende bestemming heeft een andere kleur. Voor de bestemming staat een verrekijkersymbool. Als u hier de cursor op rust, wordt op de kaart in rood aangegeven voor welk deel deze bestemming geldt. Zo kunt u bij maatvoering ook zien voor welke adressen de bouwhoogte geldt. Als u vervolgens op de specifieke bestemming klikt, bijvoorbeeld wonen, zal er een nieuw venster openen waarin nog eens overzichtelijk staat opgesomd wat de regels zijn van de specifieke locatie die u heeft geselecteerd. Behalve regels heeft een bestemmingsplan ook een toelichting. Hierin wordt de achtergrond van de regels uitgelegd. De toelichting is ook rechts in uw scherm te vinden onder Bijlagen en Verwijzingen. Tot ziens op ruimtelijkeplannen.nl.